Hey, goedemorgen. Leuk je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 5 maart en ik ben echt ontzettend moe. Ik ben vannacht uit geweest en mijn wekker ging om 9 uur omdat ik vandaag mijn meeting heb samen met Sabrina. Ontzettend veel zin in. Maar ik moet heel erg opschieten, dus ik ga me nu even verder omkleden. Ik heb al een shirt aan, ondergoed, sokken, maar nog geen broek. Dat komt nog. Ik ben even mijn goede broek namelijk kwijt. Ik weet even niet waar die is en ja, die moet ik dus eerst even vinden. En mijn andere goede broek had ik gisteren aan en die stinkt om van het uitgaan. Het is gewoon mijn allereerste meeting ever. Oké, ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb een shirt aan van de Primark en het is zo'n side split shirt. Dus die zit hier open, kijk, zo. En verder gewoon een skinny aan van de H&M. En ik ga denk ik mijn Chelsea boots aandoen. Oké, ik was zo dom. Ik was mijn sleutels kwijt. Oh my god, ik heb zo bezoeken, zoeken. Laagst in de wc heb ik ze vannacht gewoon in de wc gegooid. We zijn in Almere en we zijn allebei een beetje zenuwachtig. Ja, we weten niet wat er op vandaag. Misschien zijn er maar 2, misschien 100. Je weet maar nooit. Ja, je weet het nooit inderdaad. We zijn nu bij de Primark. Yay! En ik weet niet of er mensen zijn. Ja, er staan wel mensen, maar het is lelijk om naar ze toe te lopen. Hallo, kom je voor ons? Nee. Nee, we komen voor de Zwarte Piet. Het is maart. Ja, hoi. Er staan een aantal mensen, echt super leuk en gezellig. En nu gaan we eventjes op de foto met z'n allen. Oké, nee, Nee, hij is niet leuk. Nee, hij is echt niet leuk. Nou, we hadden net een beetje onze meeting erbij. Ja, het was echt, ik vond het heel erg leuk voor de mensen die zijn gekomen. Heel erg bedankt. Ik twijfel voor dit shirtje eigenlijk. Ik twijfel. Nee. Maar het is wel heel erg leuk. En nu zijn we trouwens dus aan het winkelen in de Primark. Zodat we een shoppen voor jullie kunnen opnemen. Oké, we staan in de rij voor de kassa. En Sabrina gaat al. We hebben net afgerekend allebei. En nu kwamen we nog de... Hoe heet je eigenlijk? Marlene. Nou, kwam Marlene nog even tegen. Superleuk. Yay! Ja, inmiddels lopen we weer buiten. En ja, meeting gedeelte is dus ook een beetje eigenlijk voorbij. Want in de Primark kwamen nog best wel een aantal kijkers tegen. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, het was niet zo heel erg druk. Dus ik had echt zoiets van, oh shit, er komen weinig mensen. Maar het was leuk. Ja, het was leuk. Maar ook mensen gewoon nog in de Primark erbij opgeteld, was het wel oké. Dus voor een goede opkomst. Voor een eerste meeting was het heel erg leuk. En mocht je er zijn geweest en deze vlog zien, heel erg bedankt voor het komen. Oh ja, wat echt erg was. Ik was op de foto aan het gaan en Sabrina ook en zo. En op een gegeven moment zag ik tussen de menigte een telefoonhoesje. Dat ik dacht, hé, ik herken dat telefoonhoesje. En toen keek ik even beter. Stond mijn moeder foto's te maken van de meeting. Vond ze het zo leuk. Was ze gewoon gekomen. Vet schattig. Dus dat was wel leuk. Ik heb een carpaccio en dit is tuna. Work. Hey, je handen aan het sturen. Oh, sorry. Ik mis het vloggen. Ik vlog niet meer, dus daarom neem ik de meeste vlog even over. Ja. Dit is het enige lied wat mee kan zingen. La la la. Hier heb je geen inderdaad zangstem voor nodig. Nee. En we zijn inmiddels alweer thuis en we hebben even een troep gemaakt van de spullen. Want we moeten ze eventjes onderverdelen. Want we gaan natuurlijk weer 2 video's opnemen, 2 shopvlogs. En dat gaan we nu denk ik maar doen. En die van mij is, als het goed is als jullie deze video kijken, afgelopen zondag online gekomen. En die van Sabrina... Of dinsdag of vrijdag. Dus of afgelopen dinsdag of aanstaande vrijdag. Sowieso gewoon even kijken en abonneren, dan mis je geen 1 video. Oh, en ik heb trouwens even lipstick opgedaan en dat is Twig van MAC. En ik hou echt van die kleur. Oké, we hebben net gefilmd en we zitten nog even te chillen op de bank. Moeten we nog aanbeelden maken? Dat is het enige. Ja. En wat ik trouwens ook vandaag ga doen, deze lelijke salontafel eindelijk het huis uitgooien. Want ik heb een salontafel gemaakt, maar daar vertel ik later even wat meer over. Dat hoeft niet nu, want dat is een heel verhaal. En wij moeten dus even aanbeelden schieten en nu is het licht nog goed. Nu gaat Sabrina naar huis toe, dus, of nee, naar Tim toe, ja. Naar de vriend. Dus nu gaan we naar het station om haar even af te zetten. Oké, die heeft zin om naar de vriend te gaan, dat snap ik ook wel. Nee, ik heb gewoon zin om jou te praten. Nee. Ja, je bent een beetje lang, dus ik kan niet echt... Nee. Ik heb Sabrina afgezet en nu ben ik bij mijn moedertje thuis, heel eventjes. Of in ieder geval, ik zit nog in de auto natuurlijk. Maar mijn stiefvader heeft een hele grote schuur. En in die schuur heb ik pallets, 3 pallets. En ik zal ze zo even laten zien. Wit geverfd en die ga ik op elkaar stapelen. En dan is dat mijn nieuwe salontafel. Onze nieuwe salontafel. Want de... Hey!
Ja, mijn moeder. Ik weet niet of je het kan zien. Nee, veel te ver. Ze zat zo toen, nee, je bent aan het vloggen. Hey, hondjes. Oké, nu ben ik even binnen bij mijn moeder, dus kan ik helemaal mijn verhaal afmaken. Ik heb dus, we hebben nu op het moment een salontafel. En die salontafel vind ik eigenlijk heel lelijk. Dat is nog eentje van Mitchell. En zo'n zwarte, past helemaal niet in ons interieur eigenlijk ook. Dus wilden wij een tafel van pallets. En nu heb ik als verrassing voor Mitchell die pallettafel gemaakt. Maar ik heb het niet gesnapt of gevlogd eerder, omdat het een verrassing is voor Mitchell. En nu komt hij morgen thuis, dus deze vlog is later online dat hij weer thuis is. Dus dan kan hij het zien. En nu krijg ik thee van mijn moeder. Maar ik zal zo meteen even die tafel laten zien. En guys, ik ben kapot. Ik ben zo moe. En ik had bedacht om eventjes te gaan slapen als ik zijn vrienden had weggebracht. Maar het is inmiddels al 4 uur. Mama, eten we samen? Mijn stiefvader en broer zijn op vakantie met z'n tweeën. Dus mijn moeder zit alleen en ik zit alleen. Maar lekker, hè? Lekker hoor. Nou, dit is dus de tafel. Het zijn drie... Mama! Oh my god, die jas die je ook aan hebt. En de crocs. Er zijn dus 3 pallets. En pallets zijn... Mam... Wat vind je ervan, Murphy? En pallets zijn normaal gesproken gewoon van, ja, blank hout. En nu heb ik ze wit geverfd en 3 dus op elkaar gezet. En dan heb je dit. En ik ga er waarschijnlijk nog wieltjes onder doen, maar dat weet ik even niet zeker. Want ik vind de hoogte best wel oké. Oké, ze zitten er allemaal in. Ik ga echt heel erg lastig gaan rijden, omdat ik met mijn stoel een stuk naar voren moest. Ik wil altijd vloggen voor jou. Wat wil je vloggen? Moeten jullie eens kijken wat een mooie bekkie ze heeft. Ze heeft zo hard gewerkt. Nee, gewoon hard gefeest. Ook. Gewerkt. Ik moet wel mijn camera mee naar huis nemen. Of ga je de vlog afmaken? Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren. Tot de volgende keer en duimpjes omhoog. Thanks, mom. Ik vind het echt heel tof. Maar ik weet niet. Nu het helemaal staat, denk ik... Hij is nu natuurlijk nog een beetje leeg. Ik heb alleen de onderzetters erop gezet. En ik wil er een kaarsje op doen. En iets in het midden en zo. Dus dan dat die wat gezelliger wordt. Ik ben nog steeds super moe en ik heb nog niet geslapen. En ik ga dat denk ik ook niet meer doen. Want het is nu inmiddels alweer bijna 7 uur of zo. Ik weet nog steeds niet wat ik nou precies van de tafel vind. Ik vind het wel heel tof, weet je. Ik heb het gewoon zelf gemaakt. Of in ieder geval, kijk, die pallets, die zijn al zo. Kijk of het lukt. Dit zijn 3 losse dingen, zeg maar. Dus die zijn gewoon op elkaar gestapeld. En ik hoop heel erg dat hij het leuk vindt. Ik zal trouwens zijn reactie wel filmen over de tafel. Ga je liggen? Ja, ik vind de tafel wel mooi. Oh, ik heb trouwens een lipliner gekocht. Of 2 lipliners gekocht bij de Primark. En eentje heb ik echt fucking dom. Niet goed gekeken. Wacht, ik ga het even laten zien. Als jullie de shoplog hebben gezien van Sabrina. Is die volgens mij, heb ik een Sabrina de video laten zien. Dan hebben jullie het al kunnen zien. Maar ik heb 2 lipliners gekocht. En eentje zit geen puntje aan. Super rot. Dus die hebben ze gewoon eraf gehaald of zo. En er zit als het goed is gewoon helemaal in het hele potloodje producten. Dus dan kan ik hem gewoon slijpen en dan heb ik het weer. Maar wel gewoon zonde, weet je wel. En deze heeft trouwens geen naam. Heel stom, want het staat er gewoon niet op. Maar het is een soort van... beetje. Hij lijkt een beetje op Velvet Teddy. Een beetje lichtere vorm van Velvet Teddy. Dus, en dat is een lipstick van MAC. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En deze heb ik ook. En dit is Wine. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Super mooi kleurtje. En die past wel onder een aantal lipsticks die ik heb. Dus dat vind ik wel leuk. Die ga ik wel een keer gebruiken. En als ik ze gebruik, zal ik het even vloggen. En ook deze. Maar ik heb geen puntslijper. Dat heb ik gewoon niet in huis. Want ik heb ook geen potloden. Dus dan moet ik even eentje gaan kopen. En trouwens nog heel even een keertje. Ik moet nu denken aan de Primark. Heel erg bedankt voor het komen allemaal. Het was ontzettend gezellig. Ontzettend leuk. Ik vond het ook leuk om gewoon even een beetje te praten met een aantal van jullie. En wat ik ook heel erg leuk vond. Er kwam een meisje naar me toe. En sorry, ik heb niet gevraagd hoe je heet. Dat vind ik echt heel erg stom. Maar... dat meisje volgt mij al sinds mijn eerste video. En dat weet ik nog. Ik herken haar gewoon in de zin van als ze een reactie achterlaat. Dan denk ik, oh, dat is dat meisje dat me al super lang volgt. Ik weet ook nog dat mijn allereerste abonnee, die heette Fleur Lee. Of in ieder geval zo heette haar YouTube account, Fleur Lee. Maar ze volgt mij niet meer. Dat heb ik al gekeken. Want ik ging naar haar YouTube kanaal. Ik ging zeg maar naar haar account op hun YouTube. En zij heeft aanstaan dat je kan zien op wie je geabonneerd bent. Dus ik ging kijken. Maar ik sta er niet meer tussen. Dus ze is niet meer geabonneerd op mij. Oké, ik zit weer even op de grond in mijn kleedkamer. Ik ga namelijk weer even een maskertje opdoen. Ik vond namelijk een heel leuk masker. En ik dacht, die wil ik gaan reviewen in mijn vlog. Want dat doe ik soms in mijn vlogs. Dan review ik maskers.
En deze zag ik. Dit is gewoon een zwart masker. Deze heb ik gekocht bij de Ethos volgens mij voor €1,99. En dit is een peel-off masker. Dus op het moment dat hij goed zit, dan en na 20 minuten, want hij moet 20 tot 25 minuten erop, dan kan je hem er gewoon weer aftrekken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hiernaar. Hier zit een klein stukje van het masker al. Dat is wel zwart. Pikzwart. Oeh, het is wel heel erg vloeibaar zeg. Ik haat eigenlijk dit soort zakjes om daar maskers in te doen. Het chillste vind ik echt die tubes van Freeman. Die heb ik dus al een keer eerder in een vlog laten zien. Die vlog heet Lekker Masker of zo. En dan zie je mij gewoon echt met een knalblauw gezicht in de thumbnail, mocht je nieuwsgierig zijn. Maar dat is echt ideaal in zo'n tube. Het masker zit erop en het voelt gewoon heel erg prima. Het voelt lekker, het ruikt heel erg fris en het is lekker een beetje verkoelend. Dus nu ga ik er 20 minuten mee zitten en ik weet even niet hoe ik de vlogcamera uit ga zetten. Oké, het is inmiddels echt al bijna een half uur geleden, maar het is nog steeds niet helemaal droog op mijn wangen. Maar ik moet het er gewoon afhalen. Ik wil het er ook gewoon afhalen. Oh, goeie hemeltje. Nou, goed masker als je wenkbrauwen wil hebben. Oh, ja, dit is echt ruk. Hij zit er al echt al bijna 30 minuten op, hè. En op de verpakking staat 20 tot 25. Oké, ik ga hem nog gewoon afwassen. Hij voelt lekker, hij ruikt lekker. Alleen eraf halen en opdrogen. En smurrie is niet zo, dus ik geef hem een 6,5, denk ik. Ja, meer niet. Ik ben trouwens volgens mij nog niet eens helemaal maskertje vrij. Maar ik was gewoon op de bank gaan zitten. En ik heb gewoon gewacht tot die dingen op mijn wang droog waren. Zodat ik het er gewoon af kon halen. Want ik ging het alleen maar uitsmeren. Maar ik kreeg echt even de grootste shock van mijn leven. Want de video van morgen is de shoplog die ik vandaag met Sabrine heb opgenomen. En die moet ik nog bewerken. Super dom. Dat is echt... Ik was gewoon eventjes vergeten, want normaal gesproken plan ik gewoon wat beter. En eigenlijk had ik voor deze zondag de LA Girl swatches. Want die heb ik al een tijdje in huis, maar ik heb nog niet geswatcht. Maar dat komt omdat ik al best wel lang een beginnende koortslip heb. Nu ga ik editen en ik ga denk ik de vlog gewoon afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. En morgen kan ik Mitchell ophalen en ik ben zo ontzettend blij. Het is echt niet te geloven. Maar oké. Doei. Yes, het is zondag. En Mitchell komt vandaag weer thuis. Mijn wekker die staat eigenlijk om 9:50 of zo. Of later, volgens mij 9:30. Omdat ik naar Julie ga. Ik ga daar lekker mee ontbijten met haar gezin. Vet gezellig. Maar ik ben echt al vanaf 7:45 wakker. Ik moet een beetje opschieten. Daarom ben ik er nu pas weer. Maar ik loop nu naar Jill toe. En ik heb gewoon echt iets heel simpels aan. Ik wilde eigenlijk het liefst mijn joggingbroek aan. Maar dat ga ik maar niet doen. En nu dus naar Julie toe. En trouwens, waarom ik ook naar Jule ga, is omdat Shaline komt. En Shaline gaat wimper extensions zetten bij Jule en mij misschien opvullen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker of ik het ga doen, want ik vind er nog echt vet mooi uitzien. Dus ik kijk even. Jule gaat op vakantie. En de koffer was een beetje zwaar, dus nu zijn we aan het kijken wat ze mee gaat nemen. Nu gaat ze setjes maken. Wat ze niet kan, zegt ze. Oh, inmiddels is Shaline er ook en die zit alles klaar te leggen voor de wimpertjes voor Jewel. Kijk, ik heb nu roze borsteltjes besteld. Zo schattig. Oh! Nou, ze is klaar. Oeh! Ik zie niet van zo ver van de bril. Kijk, nu zag het heel goed. Maar Jewel heeft van zichzelf al hele lange wimpers, dus nu is het echt gewoon super mooi. Ja. Ja. Vet duur. Ja, nou, maar ik had gewoon zin in sushi, dus nu hebben we sushi. Yay! Heb je gewoon zo vast? Zo. Ja! En nu pak je deze, hoe je een pen vastpakt. Ja! En nu bewegen. Oh. Ja! Wat zei je? Oké, nu gaan we even naar de Albert Heijn toe, want Joe heeft zin in een fly. Dus nu gaan we fly halen, dan gaat ze lekker taart eten. Want zij lust geen vis of zo, dus hij heeft net geen sushi gegeten. Nee, godverdomme. Nou, dit is de schade. En nog een fly. En nu gaan we het opeten. Oké, ik ben inmiddels thuis en ik heb wat foto's gemaakt van de playsuit van de Primark, zeg maar. Die wil ik even op Instagram zetten van, kijk naar mijn video. En die maak ik dan even met deze camera. Want ja, mijn Instagram feed is echt om te janken. En dat komt ook door de kwaliteit van mijn telefoon. En omdat ik nooit kan kiezen, heb ik even de 3 foto's naar Julie gestuurd.
En nu ga ik het ook nog naar andere vriendinnen sturen. En ik heb inmiddels eventjes omgekleed. Ik heb even een jurkje aangedaan. En deze is van Lovies. En het is allemaal wel een strak jurkje. Maar hij zit heel erg lekker stretchy. En dat is echt ontzettend chill. En ik begin nu een beetje zenuwachtig te worden. Want over 3 kwartier ongeveer ga ik weg. Ga ik met je ophalen. Maar ik ben gewoon zenuwachtig om hem weer te zien. Oké, ik ben op Schiphol. Maar het is best wel, ik ben best wel vroeg. Hij landt pas over 10 minuten. Maar daarna moet hij natuurlijk ook nog zijn bagage halen. En ja, eindstand had ik best wel nu pas weg kunnen gaan van huis. Want we wonen een kwartier af van Schiphol. Maar ja, maakt niet uit. Ik ben blij dat ik er al ben eigenlijk. Vind ik gewoon veel chiller. Kijk guys, hij is er weer. Yay. Super blij. Hij is wel een beetje erg moe. En het is nu ook al 7:45 of zo. En we moeten nog avondeten. Dus we gaan nu lekker naar huis toe. En in de auto alvast wat eten bestellen. En dan is het er als het goed is als we er zo meteen thuis zijn. En dan gaan we lekker chillen. Oh, wat leuk. Dat heb je echt hard gewerkt inderdaad. Vind je het leuk? Ja. Oké, okay, we hebben eten besteld. En het is echt verschrikkelijk. Dit moet sautersoep voorstellen. Het is gewoon zwart. Dit is helemaal heel. Dit is gewoon rijst, wat waarschijnlijk in de sauto moet, maar oké, okay, bam. En kijk hier. Dit moet zeg maar groente met satésaus voorstellen. Maar kijk dit. Helemaal waterig. Oh, en we hebben ook mini lumpia's en die zijn een beetje verbrand. Welcome home, dinner. ja, het is nu best wel laat geworden en wij moeten gewoon allebei morgen weer werken. Ik vind het echt super lullig voor Mitchell. Hij komt net terug van zakenreis en morgen moet hij gewoon ook weer naar kantoor toe, maar oké. En ik moet ook gewoon morgen weer naar kantoor toe, ook gewoon op zich wel zin in, maar ik wil liever gewoon nog even bij Mitchell zijn of zo, of de hele dag met Mitchell knuffelen. We hebben net gewoon de hele tijd lekker gechilled op de bank en het eten was echt fucking smerig. Echt super zonde. Was best wel, nou ja, niet goedkoop. Dus gewoon zonde. En nu gaan we dus lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor het kijken. Doei!